We hebben zo net gebarbecued en we hebben nog restwarmte over die we niet willen laten verloren gaan. Morgen staan we terug in onze dagdagelijkse keuken, dus ik ga een beetje boter roken op hooi. Dat kan hooi, stro, gedroogde kruiden zijn. Ik leg die op mijn kolen en dan ga ik boter daar bovenop zetten en gedurende 5 minuten rustig laten smelten in de rook van het hooi. Voilà, die boter die heeft nu echt lekker de aroma van dat hooi opgenomen. We gaan dat in de koelkast laten stollen. En morgen is dat echt ideaal voor vis, vlees of groenten in te bakken.